Ja, zwart Tafelheim in het donker ziet er eigenlijk niet zo heel nice uit. Maar het is nacht en we moeten doorgaan met de raid. We zijn aan het knallen. De vorige aflevering van Rudy hebben we eindelijk die toren aan de zijkant ook weg kunnen krijgen. Hier is de eerste linie zo goed als weg. Maar dat die toren er aan de zijkant weg is, dat is best wel biggie, man. Want dan, nou kunnen we eigenlijk veel makkelijker naar voren pushen. En even alle spam opruimen, zodat we zelf ook weer foundations naar voren kunnen zetten. Ja. Hebben we nog foundations ergens toevallig? Ja, 14 ja, eigenlijk nog. We, ja, en anders in de base hebben we eigenlijk nog 50 plus of zo, man. Ja, dat klopt. Maar als we dat even doen, dan kunnen we onze turrets even verplaatsen, man. Dat is eigenlijk wel nice. Oké, dus je wil nu gewoon vooral klaren? Ja, we hier even alle zooi opruimen, spam opruimen en shit. Dan kunnen we zelf naar voren gaan pushen, man. Au, dat is niet goed. Ja, ik wil net zeggen, de main base schiet wel echt al direct op ons. Skull and Bones, de nieuwe online PvP/PvE piratengame die jij samen met je vrienden kunt gaan spelen. Ship to small, nee! Ik ben gewoon gemiddeld, wat is dit nou? Samen alle resources die je nodig hebt. Uit! Fire! Craft alle items om jouw boot en crew te versterken. Oh, epic crafting! Cannon! Kleed je kapitein aan. I catch. Overheers de grote open oceaan. Fire! Maak iedereen kapot! Fire! Maak je schip helemaal naar jouw eigen stijl. Kijk ons, shine dan. Skull & Bones is nu beschikbaar, dus check het linkje in de beschrijving. Je kunt de game zelfs 8 uur lang gratis spelen om het uit te proberen. Handig. Okay. What the heck? Thanks Ubisoft voor het sponsoren. En we gaan weer verder met Arik. Enjoy. Oké. Okay. Oh, die kwam eraan, jongen. Hoppa! Kledder-kladder. Kledder-kladder. Ja, die weet ik gewoon niet. Kladder-kladder, hoppa. Geen stress, hoppa. Slok van je krachtvoer snel. Dit is echt een wombo combo, jongen. Pak je krachtvoer, slok. Alsof je 360 no-scope competition aan het doen bent. Pak je C4 terwijl je aan het drinken bent. Oh, even wachten. Dat moet eruit geknipt worden. Dat ging niet zo goed. Ik ben bijna dood. Thanks for all damage. Zo, oké. Hoe? 1. 2. En die moet nu even weg. Hij springt eraf aan de rechterkant. Oh, ja, inderdaad, ja. 1. 2. Nee! God, ik drukte weer op de verkeerde knop! Waarom druk je dit op de knop? Ja, niet de bedoeling! Oh, dan heb ik mezelf een flink gedamaged. Ja, het is even die toren, man. Die toren moet weg daar nog. Ik kan een... Er zijn nog een paar van deze, niet meer veel. Oh, ja, dat... dat is shit! Oh, dat was er eentje. En daar staat ook iemand. Ja, weet ik. Ik probeerde hem te bolen, maar ik wist niet dat hij zo veilig stond. Wow, dat is irritant, man. Als je reusable bola gooit, dan unequipt hij hem een soort van. Ja, soms doet hij dat. Dat is niet altijd, maar... Moet je dan twee in de hand hebben of zo? Oh, wow, de hele tijd. Oké, gewoon nog even een stegeltje uit. Lekker. Ja, gewoon even alles uit blijven gooien wanneer je kan. Dan gewoon even eentje neerzetten. Ja, zeker. Waar is die UT? Zit hij er helemaal niet in? Inderdaad. We hebben helemaal geen UT bij. Niet? Die deed je dan zo nog niet dan, hoor. Ik denk het niet. Heb je die Oh, ik dacht dat jij die had gepakt nog. Oh, nee. Ik vroeg nog van, hebben we al een... Nee, toen zei ik nog dat die moest. De foundation, ja, check. Ik denk ook nog even een rocket launcher mee. Dat is iets makkelijker. Yes! Oké, die toren gaat weg. Oh, daar loopt gewoon weer iemand. Nee, stop, parachute! Ik raak hem, maar ik raak niks! Wat is er nou? Ah, dat zijn die onzichtbare spikes weer, jong. Hij probeert door te pushen, ja. Maar ik wil ook pushen. Even kijken. Die laatste foundation. Ja, ze staan ook allebei weer bij die laatste foundation te campen hier, jong. Wil je ook een mammoet meenemen? Ja, kun je doen. Die tank. Ja, kun je doen. Gewoon even alle HP in. Ja, gewoon allemaal zetten. Wacht, ik ga er wel even met een stegel in. Maar dan kunnen ze niet zo snel die stegel doen, denk ik. Als de stegel wil lopen, in ieder geval. Dan zou ik wel gewoon op prijs stellen. Hallo! Ik weet niet hoeveel damage je turrets gaan doen op mijn stegel. Ja, die heavy's vooral, man. De oude turrets zijn. Ja, die doen maar 6 damage. Dat is niet zoveel. Beam. Oh jezus, een Spino. Oh nee, hoek me van die berg af. Kutzooi. Daar heb ik even geen rekening mee gehouden. Maar op zich, die stegels kunnen de turret best handig tanken, man. Ja? Ja. Oh, dat is weer recent injured. Kan ik er weer niet pakken. Nou, dan maar een slokje.
Waifu, man. Cheers, man. Hebben jullie al lekker flesje wife in de hand? Nog niet? Nou, wordt tijd, jongen. Af en toe. Ik vond calorieën. 26 vitamine, mineralen. Die gains. Voor de sport. Knet wij met de man. Come on, man. Ik kan ook niet liegen. Ik heb ook best wel zin in een bak met calorieën. Ja, ik wou zeggen. Die kon ik ook wel gebruiken, man. Hoe lang duurt dat recent injured eigenlijk? Ja, weet ik niet. Was het maar gewoon een letterlijke timer van... Oké, okay, je moet 10 seconden wachten voordat je gaat pakken, weet je wel. Zo debuff gewoon, maar... Ja, maar hey, ik heb het gevoel dat het ook gewoon weer 5 minuten kan duren. Oh nee, nou kan ik het pakken. Ik zie hier een random Cryo Fridge en Jenny staan van Rasvertem. Ja, het probleem is, vaak zit er niks in. Nee, maar dit zie ik niet echt... Dit kan... Dat is gewoon puur zodat je cryos kunt gooien. Ja, maar wat als ze dit verkoppen zoals ze in de rug van een dino? Ja, nee, je kunt sowieso die fridge of die Jenny even opblazen, man. Nou, nog een poging. Dat kut. Hoe je deze tribe nu eigenlijk aan van? Want dit is ras. Ja, FC weet ik niet, man. Geen uit. Hier, komt hij aan. Spino. Hij is dood. Ja, ja? Ja. Steady. Oké, okay, cool. Ik kan inderdaad mijn sniper niet pakken, man. Sniper niet? Ja, op de stego. Nee, toch? Maar normaal kun je toch elke Nee, wapen waarom val ik nou weer omlaag, joh? Oh. Ja, ze zijn ook echt even alles op passive, want dat is ook een probleem. Oh. Zit hij nou weer erop? Oh, hij zit er weer op. Waar de fuck is... Wacht, pinges? Ja, hier. Gewoon die spino recht voor mijn neus, maat. Ja, maar ik bedoel meer, ik kan de hele reet niet vinden. Oh. Ja, hier ligt de tasje op de grond, die wil ik eigenlijk wel hebben. Oh, hier is het allemaal loot in deze tasje, ja, man. Oh, waar de fuck is de reet? Ik moet deze tas protecten met mijn life, man. Even serieus. Ping nog eens? Ja, hier. Wow, damn. Ik zag het gewoon niet in het donker. Blend echt perfect. Oh, jij moet eigenlijk even raketten achter mijn steeg opproppen, man. Hij is weer dood. Oh, je moet dat echt even nou doen, man. Merci. Thanks for the saddle. Merci. Hopen we wel, anders komen we eraan. Ik zit hier te kruipen. Oh, ja, ze zitten ook onze ketjes te gebruiken nog. Oké, nog uit de toren blazen, man. Ja, ik kan je UT buffen. Bleh! Oh, dat is een brul. Waarom heeft hij een brul en een buff? Nou, dat kan je zeggen. Dat lijkt er meer op. Kijk, heb je een buff? Ja, ik heb hem. Oh, dat zie je niet. Wow, hoe moeilijk is het om foundations op te blazen met een rocket launcher, man? Oh, mijn helm is kapot. De hele base aan het choken nou, man. Nee, ik moet hier even weg. Dit is niet the way, man. Nee? Ja, thanks voor de bug. Nee, ik zei ja niet goed. Ik krijg die van deze kan je niet kapot met die raketten. Wat was die toren bedoel je? Nee, hier ja, van dit, man. Meld me. Oké, pak even andere stegen, dus ben ik kapot. Heb je weer stegen pushen? Ja, moet je even nieuw. Ja, als die foundation weg zijn, dan kunnen we echt naar voren pushen, man. Dat is Biggie, als daar gebeurt. Energize me! Ja. Oké, okay, lijkt er mee op. Ah, ik ben gebola, man. Ik ben gebola, niet cool. Ik ben gebola, niet fucking cool, dit. Huh? Grippel en dan nog een kruisboog, dan ben ik weer ready in principe. Nou. Ja, we kunnen ook een dubbelsteen pushen, maar we moeten dus eigenlijk vooral vallen vodden weg. Ja, het is toch? Gewoon die foundations daar moeten weg. Extra weg nou, of niet? Okay. Oh, is een parachute. Waar komen ze hier naartoe, of wat? Ja, de zijkant. Oh ja, ik zie hem inderdaad gaan daar. Het is nou echt een meeuwing parachute, je wingman gaat neer, man. En je? Ja, die moet... Gangbanged. Het reloaden duurt echt lang, man. Ah, kut mee. What the fuck? Wat was dat? Heeft hij een sniper? Weet ik veel. Ik heb hem niet in mijn inventory naar mijn dood gegaan, dus... Ja, beter pak hem nu dan hier even. Terwijl hij aan het parachute is. Ja, hij is om een AR te schieten. Ik denk niet dat hij die sniper heeft. Kut, dan. Ik kan niet op mijn wingman... Oh, mijn god. Ja, mijn oh, hier beneden is die. Mijn wingman heeft 1 HP. Kun je pingen? Oh, die beam. Ja, kom mij, man. Ja, hij is hier. Ja, mijn wingman gaat dood, man. Ja, dan zou ik er ook gewoon uitgaan, of niet? Ja, ik wil hem eigenlijk wel even helpen pakken. Hier. Yeah. Je pinger als je hem ziet? Ja, op mij gewoon, echt op mij.
Ik heb hem de bolaat. Oh, nice. Sloop hem, sloop hem. Ja, wow. Dat doet echt heel weinig. Aan de kant, aan de kant. Ja, hij is dood. Oké, okay, nice. Alsof voor die kompies. Ja, dit is wel mijn shit wat ik had, man. Alleen de sniper hebben ze weggelegd, zo te zien. Recently injured, mijn moeder! Ja, maar echt! Ja, echt waar, jongen! Soms, jongen, die anarchie van de AZ moest echt weer even terugstoppen in AZ, man. Oké, maar goed, we hebben uitgeschakeld. Ja, dat is goed. Dus nou even moves, man. Ja, we gaan dubbel steken. Nou, duik er even in. Ja, even zoveel mogelijk opblazen hier. Alle spam moet weg, foundation moet kapot. Rocket launcher doet gewoon niet zoveel. Nee, rocket launcher is echt... Ja, dat is wel... Ja, man. Nee, dat... Ik doe mijn best! Ik doe mijn best! Ja, op zich. Die turrets zijn ook zo gesloten, man. Denk oprecht. Actief? Nee, ik heb geen biertje actief, man. Dat hoeft niet per se als je erop zit. Want er staan een mix van heavies en auto's op het dak, of niet? Ja, ja. Maar waarom schiet die bovenste rij dan hiermee? Zijn die al leeg, of wat? Het lijkt echt alsof die bovenste rij al leeg is, of zo, ik weet niet. Nou, deze is bijna dood, die Stego. Even nieuw uitgooien. Ja, klopt. Inderdaad. Dat kan. Maar die turrets, als je naar boven gaat, dan schieten ze toch weer. Biep, 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 biep. Of jouw meeming niet in de kruipel, trouwens? Ja, die was injured, dus ik dacht van, ja, fuck jou dan ook weer. Krijg je buff of niet? Ik heb buff. Die bovenste rij schiet niet, man. Waarom schiet die bovenste rij niet? Ik begrijp het niet. Er komt een meeuwing aan. Die vliegt helemaal weg. Hier staat echt iemand kijkt hoog te staan en te schieten. Blijf me splashen. Oh ja, oké. Okay. Hey, nou krijg je maar 3 damage, man. Zijn we meeboosted? Ja, man, we zijn meeboosted. Ja, heel veel zijn er al gezogen, man. Tot een plan, of zo. Nee, inderdaad. Ah, dat hebben we echt gedaan, toch? Ja, heel veel. Die bovenste rij, hoor, man. Het schiet gewoon niet. Nee, ze staan hier boven ons staan, man. Ja, ze staan hier echt boven ons. Nou, dit is... Misschien kan ik deze nog opblazen, nog. Ja, ik ga even terug, man. Oh, ik grappel hem nog. Ik kan die turret even iets verder naar voren zetten hier. Nee. Super! Oh, misschien wordt het ook even Deodon time, man. Oeh, jezus. Close. Je kan het wel. Ze willen dan Stego gewoon kopholes kon maken en kon springen. Gewoon salto's. Ja, jezus. Ik zou willen dat Stego's laser ook hadden. Dan moet ik even feeding. Oké, ik zal eens even mijn inventory leeg maken en dan ga ik er maar weer even induiken. Oké, cool. Stego's zijn half HP nu. Het. Kurwa! Blaze Wing! Dat is vanuit de rug. Ja, die staat op de berg, man. Oh, ik heb 1 AP, man. Ja, die van mij heeft ook oprecht 1 AP. Letterlijk 1 AP. Ja, ik zie hem nou grappelen, man. Ja, ik kan hem niet pingen op een of andere manier, maar... Nice. Dat is hem. Ja, ik ben al dood. Fuck. Mijn grapple werkt niet. Ben jij dood, of? Nee, de meeuwing is dood. Ja, ik heb geen sniper bij, dat is de riskant. Oh, Koochie! Nou, ik laat ze maar lekker doen. Ik ben toch al dood. Ik ga er gewoon in lopen met de steken, man. Heel cool. Meer schade aanrichten. Even meer soken. En dan kunnen we eigenlijk... ik denk dat we vrij snel binnen zijn als we dat gewoon even blijven doen. Ja, kun je doen, man. Yes! Rennen, gek! Die steken zijn ook echt 3 tanden slomer geworden. Ja, ik weet ook. Ren! Ik wil op zich wel gewoon even A7 spelen om te checken hoe het ja, was. Ja, inderdaad. What the fuck? Want ik weet niet hoe het echt allemaal... Oh, man. En ren, en ren, en ren. Hop. 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 Oh, hier sta ik best wel safe, ja. Mee, deze toren ook. Waarom staat deze toren hier? Moet er nog iets mee gedaan worden of zo? Au. Ik zie die betekenen. Oh, die raket recht in de kop aan. Hey, hij is door mijn turrets, man. Nice. Ja, ik ben hier al bij de game, man. Ja, nice. Alleen, dan zit je weer bij een andere angle van turrets gewoon. Ja, ik moet even omdraaien, maar... Dat gaat zo moeilijk. Dit is niet... Dit is intens. Pak hem. Ja, je hebt hem. Ik hoek hem. Blijf hem grappelen. Yeah. Oh, is hij vrij? Nee, zijn arm is kapot. Slaan. Hij is bijna dood. Ik moet er echt
hem huis klopt? Nee, hij rent weg. Ah, nee. Vet kut. Play of the game. Dan brengt gewoon raketten moet schieten, dan is ze dood. Oh ja, absoluut. Hier staat hij boven op de rand. Ja, heb je rockets? Ja. Gewoon op zijn back schieten. Ik heb hem. Ik schiet raketten, man. Hop. Hop. 209 damage, ja. Nice. Oké, kun je naar body naar achteren lopen of niet? Huh? Er gebeurt iets, maar ik heb hem niet. Hij blijft niet hangen, man. Wacht, ik heb een idee. Oh, hallo. Oké. Hij ligt. Hij is hier, man. Nee, oh, ik ging op mijn stego zitten. Niet cool. Het heeft ook gewoon geen nut om jezelf dan te grappelen weer, hè. Ik ging op mijn stego zitten terwijl die mij grappelde. Ja. En toen glitchte ik compleet. Ah nee, joh. Ik zou hem aan kunnen pakken. Nee, die ligt nog steeds onder mijn stego. Ja, kom maar terug, hoor. Ik kom er nou ook wel aan. Lopen. Ja. Nee. Ja. Oké. Okay. Nee. Nee. Ja. God. Nee. Ik zit vast. Waarom kan ik nooit bewegen, man? Wat is dit? Ja. Ja, het is die random foundations, is het ook. Nee, maar ik kan gewoon. Hallo. Ja, dat was het ook. Die stego, die stond niet in mij, maar die stond in mij. Oh, oké. Ja, zaterdag. Kom, man. Ja, man, dat is zo vol, hé. Makkelijk lukken. Ik ga gewoon eventjes staan, ik ga even chillen. Ik pak nog een slokje van mijn krachtpoeder. Dit is het moment, mensen, om even te checken. Naar de link in de beschrijving. Klik erop. Dan kom je bij Wifood uit. Als je nieuw bent bij Wifood, check dan even een taster packje uit. Er zitten meerdere verschillende smaken. Easy. Kracht voor de raids is de good shit. Nou is wel op, shit. Code Jamesy-YouTube voor 10% korting, mensen. Let's get it. Let's get it. Nou, dit het zijn nou een stuk of 6 turretjes schieten. De hele bovenste rij is leeg. Je hebt echt alleen de hoeken die schieten, man. En de toren zelf. Echt in het midden van de base. Oh, ik ben al bijna dood. Huh? Ja, je bent er bijna neer. Kom van de rand, Je bent kruipelder, denk ik. Nee, dat gaat gewoon goed, jong. Geen stress. Oh, geen stress. Ik had dan niet in de gaten dat ik dood ging. Dat je, ja, een brommelpraatje. Ik snap het wel, hoor. Ja. Het gewoon mammoetrush moet doen. Mammoetrush, ja. Je kunt er wel mee soken, maar mammoet. Ja, weet je wat? We zien het vervolg weer op Rudy's aflevering. Op Rudy's kanaaltje. Ik ben er ook al bij. En dan zijn we... Ja, toch wel echt heel dicht bij je binnenkomen, man. De soak is eigenlijk grotendeels al gedaan aan één kant. Dus als je dat even goed doet, dan kun je eigenlijk al kleven tegen de muur en boem boemen. In principe. Ja, dat is de strat. Dit is wel iets meer classic raid, man. Ja, dit is wel meer classic raid. Maar de locatie ook. Het is gewoon pillar, man. Pillar is nooit... Ja, pillar-based. Is lastig. Nooit heel makkelijk. En vooral als je geen flyers hebt en geen save fucking in cryos kunt gooien. Je kan het niet droppen. Dat, dan wordt dat moeilijk gemaakt. Ja. Nou goed. Mensen, thanks voor het kijken. Spam die hele comments vol met W. Dat hebben jullie al vaker goed gedaan. En dat ziet er cool uit, jongen. Dus blijf ze doorgaan. Dankjewel. Hey. Peace. Doei.